Ik ben verrast, verbaasd op een positieve manier wat ik allemaal zie en zo. Dat is heel leuk en zo. Hoi, ik ben Ruud Daams. Met 20 kunstenaars hebben we deze ruimte hebben we opgeknapt. En we hebben het voor allerlei kunstenaars, allerlei kunstideeën ook, gaan we deze ruimte gebruiken. Het kunnen zelfs gewoon muzikanten zijn, dat kunnen mensen zijn die dichten. Het kunnen mensen zijn die goed kunnen dansen. We willen het gewoon breder doen. Hey, kun jij even... Ja, lekker! Komt eraan. Nee, maar woensdag, poppenkast, opgepast. Woensdagmiddag, hartstikke leuk. Wordt spannend. Ik heb de Jan Klaassen Academie gedaan. Bij de voormalig poppenspeler op de Dam. En ik heet Erik van Ophem. En kom kijken. Wordt spannend. Het is een uitvloeisel van de Open Oost Atelierroute. Die we al verfrist hebben doordat we ook meer naar buiten getreden zijn. Dat we meer en actiever naar de mensen toe gaan. Ik vind het heel erg leuk om naar te kijken. En ik ben zo vaak verrast wat mensen maken. Ik ben Marijn Wensveen, Action Sculpting. Dat wil zeggen dat je zeg maar heel vrij expressief werkt met materiaal wat normaal gesproken eigenlijk heel weerbarstig is. Ik bedenk in mijn hoofd wat ik wil doen en dan snij ik allemaal losse vormen eruit. Op een hele expressieve wilde manier zeg maar. En dan ga ik dat ombuigen, zeg maar. En daarmee werk ik eigenlijk op een manier zoals je normaal gesproken bij wijze van spreken met klei zou werken. En dat hele concept van action sculpting is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een beetje de sculptuur tegenhanger van action painting, zeg maar. Ik moest wel. Ja, je moest wel. Maar het is geen straf. Ja, hoe dat komt? Dat komt denk ik door de enthousiasme van de kunstenaar zelf. En ook door dat Arnoud van Doe Het Niet Zelf. De muren waren niet geschilderd als anderen niet hielpen. Deze schilderijen die hier hangen kan ik niet maken. Dus het idee van Doe Het Niet Zelf is echt om te verbinden. Wat is jouw ding hier? Het is een 24-hour recycle / upcycle project. En dan gaan we van afval iets maken waar mensen toch iets mee kunnen. We willen echt dingen maken en niet knutselen, zeg maar. De week daarna doen we een art fair en dan willen we die dingen verkopen. Ik denk ook dat atelierruimte zoals het vroeger was, dat de bezoekers naar de ateliers moesten gaan, dat het ook een beetje verstoft was. Ik ben Petra Klerks en ik heb dit werk gemaakt. Ik ben oorspronkelijk een grafisch ontwerper en ik maak naast het werk ook graag vrij werk. Dan ben ik geïnteresseerd in de diepte op het platte vlak. En misschien dat we in de toekomst dit vaker gaan doen. Onze Open Oost Shop hebben we ook open atelier. En hier hebben we een kunstenaar die aan het werk is. Hoe heet je? Ik ben Camille van Eer uit de Baliestraat hier in Oost. Ik maak portretten van kunstenaars daarvan en dan schrijf ik ook het verhaal, als ik het kan vinden, van die kunstenaar op mijn Instagram bij de foto van dat portret. Omdat ik vind dat mensen recht hebben op het verhaal van kunstenaars die eigenlijk altijd maar andere mensen en andere dingen schilderen. En dit is niet gewoon kunst om naar te kijken, want het is ook heel betaalbare kunst. Dus kunst kijken en kunst kopen. Kom gewoon hier naartoe. Kom je zeker nog een keer terug. De expositie wisselt steeds. Ja. Er is altijd weer wat nieuws te zien. Dat vind ik ook een leuk idee. Het is een soort pop-up als het ware.